Paul, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? We maken iedereen wakker in Boxmeer, want vandaag worden de Medworst-rennen georganiseerd. De grote vraag die iedereen zich afvraagt in Boxmeer. Wie mag zich in 2013 de koning van de Medworst noemen? Een eeuwenoude traditie in een stadje in het charmante Brabant, Boxmeer, gelegen in het oosten in Nederland, net onder Nijmegen. Volgens de overlevering was er eens in de 15e eeuw een freule Aleida die met haar koets van de weg raakte. Enkele stoere ruiters uit Boxmeer hebben haar kunnen redden. Als dank voor hun hulp belastte de freule een van haar hoeves met een jaarlijkse schenking. 5 meter metworst, een halve varkenskop, brood en 75 liter bier. Officieel sinds 1740, het oprichtingsjaar van de vereniging De Medworst, worden de koersen ieder jaar op carnavalsmaandag gehouden. Het is een afvalsrace van een afstand van 800 meter over 3 manches. En de uiteindelijke winnaar mag zich koning van Boxmeer noemen. Medworst, as we call it, and it means in fact sausage. And it's a very old tradition here in Boxmeer. Where about 500-600 years ago, we have to collect the goods, so the sausage, and before 12 o'clock in the morning. And that's why, and before that, the race has to be held, and we have to do everything before that period. So that's why we already start very early. De koning van 2012 verdedigt zijn titel. Als Dick Goossens voor een derde keer op rij de wedstrijd wint, mag hij zich keizer van Boxmeer noemen. Dat is sinds 1900 nog geen één ruiter gelukt. Want vergeet niet, alleen mannen mogen meedoen, moet geboren en getogen zijn in Boxmeer, woonachtig en ongehuwd, wil je mee kunnen doen aan de rennen. Are you proud about your trophy? Of course I'm proud. It's a big thing in Holland. And today I have to win it again. And there is particular rules. You have to be born and raised here, that's it? Yes, born and always live in Boxmeer. And lonely? Long life, yes. Yes. Thank you very much. Good luck. Ondanks de strenge toelatingseisen hebben 18 kandidaten zich kunnen inschrijven. Boxmeer wordt wakker geblazen, de fanfare begint al om 4 uur 's ochtends. Na het défilé gaat iedereen te voet naar het Wortumse veld, 4 kilometer verderop. De piste is klaar, maar liefst 800 kubieke meter is er voor nodig. Tous les jockeys et les chevaux sont arrivés. Ja, de paarden zijn nu gearriveerd en de jockeys op het Wortumse veld. De commissie, de dierenartsen controleren de conditie van de paarden. En ook worden ze bekeken of het halfbloeds of volbloed zijn. Want de halfbloeds krijgen namelijk een voorsprong van 75 meter. Het is een handicapsysteem. De paspoorten blijven natuurlijk dicht, want de afstamming wordt niet bekeken van de paarden. Ook niet de namen. Ze blijven allemaal anoniem. Ongelooflijk, hè? So, this is the absolute champion? Yes, I think. But who is it? I don't know how his name, but the last 2 years he won the race. We gaan naar Wortum toe. Naar de Medworst toe. Het is 5 uur geweest. Ja, het schuilt al door de straten. Het is 5 uur geweest. Je moet het bed nou echt verloten. De blauwe kiel die hangt al klaar op de witte box. Je moet eruit. Je moet eruit. Weer met broodjes halen. Zet op tieten een wekker. Weer met broodjes. Maar liefst 15.000 bezoekers trekken te voet naar de renbaan. Natuurlijk is iedereen verkleed. Het is tenslotte carnavalsmaandag. De gevoelstemperatuur is min 10. We kunnen wel een borreltje gebruiken. Ik ben erbij, wat doe de gij?
We gaan naar Vorten. De spanning loopt op. Het is een afvalrace met verschillende manches. Als laatste blijven drie paarden over. Een witte onbekende schimmel, een zwarte onbekende merrie en een elegante vos, onbekend, met een blauwe kap. Het noodlot slaat toe voor Dick Goossens. Zijn merrie heeft een bloedneus en wordt dus gedisqualificeerd voor de finale. Levi Henkel kwam, zag en overwon. Een debutant, 14 jaar. Hij wint. Wat is zijn vader trots? De nieuwe koning van Boksmeer 2013. Very proud. It's unbelievable. It's gewoon, ja. Yeah. And are you proud for your father? Ja. Yeah. And you, your father, how can you explain that you are proud about your son? Because you have tried to win this race in old times, no? Yeah. I've never win the race. And he won it the first time. So I'm super proud. Levi wordt gekroond met een prachtige trofee, een halve varkenskop, brood, 75 liter bier en maar liefst 5 meter metworst. En deze hoop is helemaal verloren. En als het plaatje compleet, Levi Henke! Hey! 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 De metworst, het blauw met wit. De metworst, het blauw met wit. Het feest kan beginnen, of kunnen we nu zeggen, het gaat weer door. Maar nu met de nieuwe koning van Boksmeer 2013, Levi Henkel. Hij rijdt fier op zijn witte paard door de stad, toegejuicht door de duizenden bezoekers die speciaal naar Boksmeer zijn gekomen voor deze eeuwenoude traditie.